Dit is het gewoon. Kijk eventjes hoe smal die stoelen zijn. Dit is echt tering vet. Het net niet lekker, hè? Maar vooral is een uitzondering. En zeker op het moment dat je dinsdagochtend 8 uur in een McLaren 570S Spider stapt. Ja, 570 pk, vochtige omstandigheden. Schudden. Nog een keer schudden. Ja, dit is mooi. Hier is het droog. Dit is top. Ik weet niet of ik dit goed doe. Launch mode activated. Waiting for full throttle. Gaan we. Oké. Dit is misschien wel de ziekste launch control die ik ooit heb meegemaakt in een auto. Fuck. Wat gebeurde hier? Voor je gevoel heeft de auto eerst geen grip. En dan op de een of andere manier pakte die boost op. Dit is serious business. Ik ga dit nog een keer doen. Ik ga dit gewoon nog een keer doen. Want als het goed is, moet het kunnen. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Oké. Sta stil. Launch. Launch unavailable. Vol gas. Dat gaat op zich ook hard zat. Jongens, het is wel echt bizar hoor. Zou je een McLaren 570S over een Audi R8 of een AMG GTR of een Porsche 911 Turbo verkiezen? Och, jochie toch. Zo komt dit avontuur. Het gaat steeds soepeler. Jay! Zo komt dit avontuur alweer tot zijn einde, jongens. Maar holy fuck, hé. Wat is dit insane. Dit is echt niet normaal. Dit is niet normaal. Hij staat je wel goed. Staat hij goed? Ja, ik zat hier niet aan. Ik denk wat voor jong gast, die rijdt daarin. Hoe is die jong, hè? Goed met jou? Is wel lekker. Ja, hé, man. Kijk die velgen. Kijk dit carbon, de blauwe accenten. Spiegel, duur, niet aanraken. Kijk. What the fuck, hé. Dit is echt niet normaal. Ik weet niet wie dit is, maar hij krijgt gewoon eventjes een shout-out van mij. Want wat een apparaat, jongens. Wat is dit voor een bodykit? En die velgen. Wat een ding. Wat een bizar apparaat. Anyway, we gaan weer gauw door. Dit is trouwens ook wel een kek kleurtje hoor, jongens. De jongens van Duke Design gaan dus hele vette stickers op mijn... Dat is dicht. Die moet ik even. Auto plakken. En in eerste instantie was ik eigenlijk van overtuigd dat ik een volledige wrap op mijn auto wilde. Maar toen besefte ik mezelf al snel van... Ja, eigenlijk ben ik wel heel erg tevreden met dat zwart. En toen zijn we op één foto uitgekomen op internet. Waar ik dacht van... Dit wordt het. Dus dat zijn ze nu aan het doen. Simpelweg. Ja. Dit is
Het gewoon. Kijk eventjes hoe smal die stoelen zijn. Kijk eventjes hoe hardcore dit er allemaal uitziet. Een van de best klinkende V8's die ze ooit hebben gemaakt. Dit is het gewoon helemaal, jongens. Ik denk zomaar, sinds de koper hem heeft gekocht, al 1,5 ton gestegen. Maar los daarvan, jongens. Dit is het gewoon. Kijk dit. LED stuur, carbon fiber. Ja? Het is weer eens tijd voor een Q&A. Dus ik heb jullie via Instagram wat vragen gesteld. En een van de vragen die ik natuurlijk iedere keer krijg. Wat is je droomauto en welke auto wil je eigenlijk echt nog een keertje rijden? En deze vraag vond ik best wel origineel, moet ik zeggen. Liever één rondje in een Formule 1 op een circuit of een maand lang een supercar naar keuze? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Voorheen was ik altijd echt groot fan van Formule 1. Ik keek alles. Ik ging er 's nachts voor mijn nest uit. Maar ik vind het de laatste tijd een beetje saai worden. Ik vind de start heel vet om te zien. Maar daarna denk ik van ja, het wordt gewoon een beetje saai. En zeker ook omdat ik recent een paar keer naar de Supercar Challenge ben geweest. Ik heb de Supercar Challenge een paar keer gekeken. Maar die klasse, er gebeurt veel meer. Dat vind ik veel spannender. Dus ik denk, verklaar me voor gek, dat ik zou gaan voor een maand lang een supercar naar keuze. En dan wordt het gewoon een 16M voor een maand. Wanneer weer een video met je vriendin? Ik vind het sowieso echt heel erg bizar om alle reacties op de video met de Aventro en mijn vriendin terug te lezen. Maar dan ben ik heel erg benieuwd. Stel, we gaan nog een video doen. In welke auto moeten we dan op pad gaan? En moeten we dan niet gewoon verder gaan? En moeten we gewoon met een dikke auto en mijn vriendin een rondje op het circuit rijden? Dat lijkt me nog zo'n goed plan. Oh, oh. Dit is echt tering vet. Wat is dit ziek geworden? Ik weet gewoon bijna niet wat ik moet zeggen. Kijk hoe fucking agressief dit is geworden, jongen. Dit is het. Dit had een optie moeten zijn bij BMW zelf, jongens. Het idee is tot stand gekomen uit BMW Racing. De nieuwe BMW M8 GTE. De striping op die auto, die hebben we een klein beetje veranderd. En dit is het resultaat. Dit zijn de officiële kleuren die BMW gebruikt. Als je mijn sleutel er hierbij kan pakken. Dit zijn gewoon dezelfde kleuren. En het komt helemaal rondom terug. De spiegelkappen, de striping die van origine tot hier had moeten komen. Maar dat vond hij helemaal mooi in lijn met auto's. Die hebben we ietsjes bijgesneden. Natuurlijk het echte dikke kroket. Hashtag. En dan achter de striping die er komt. Als je er zo achter staat, maakt het de kont gewoon een stuk dikker. Dit kwam vorige week, 2 weken geleden tijdens de Streetgasm, tot stand. Hier kwam het idee naar voren. En toen zaten we op onze vrijdagochtend, precies 1 week geleden, achter de computer. En toen dachten we eerst aan een full color wrap bij de jongens van Duke Design. Toen dacht ik, nou, ik ben eigenlijk wel heel erg te spreken over het zwart van de auto zelf. Omdat zwart natuurlijk afkleedt. En toen we daarna verder gingen zoeken op BMW M liveries eigenlijk, kwamen we hierop uit. En ik vroeg me toen af, gaat dat werken op een hoge auto
Ja. Ja, ja, ja. Och, de jongens van Duke Design. Wat zijn jullie een stelletje bazen? Dit is echt zoveel vetter geworden dan dat ik had gedacht. En het heeft de auto zo onwijs doen veranderen. Sterker nog, het verbaast me ook gewoon dat een paar vrijwel simpele stickers de auto zo kunnen veranderen, jongens. Dit is hem. Dit is mijn nieuwe BMW X2 M35i. Daar wil ik van Poelgeest onwijs voor bedanken. De jongens van Duke Design voor de onwijs dikke stickers. En dat ze dat zo snel konden plakken. Ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel erg snel. Wasseleg!